allemaal. Ik ga jullie vandaag wat verschillende materialen laten zien. Ja, kijk, je hebt de stempels. En dan? Nou ja, stempels die kun je op allerlei verschillende materialen stempelen. Zelf werk ik graag met waterverf. Of met distress inkt, is natuurlijk ook op waterbasis. Daar heb je goed papier voor nodig en het liefst een beetje glad. Soms is het een hele toer om te zoeken wat je het meest geschikt vindt. Want ja, aquarelpapier is eigenlijk het meest mooi om effect te geven. Maar is ook vaak weer bobbelig van structuur en ja, dat geeft niet zo'n mooie afdruk. Dus ik gebruik meestal deze watercolorkaart. 200 gram is voldoende ook. Van de Craft Emotions. Deze afbeelding heb ik trouwens zelf ook gemaakt voor hun. Dus dat is extra leuk. Het papier is mattig, glad, dik genoeg. Dus je kunt er makkelijk met water op. Je krijgt ook van die leuke randjes. Droogt vrij snel. Ja, het is makkelijk knippen. Je kunt daar alle kanten mee op. Dus zoek je het perfecte papier. Ja, eigenlijk voor alle technieken samen is er eigenlijk niet een perfect papier. Maar voor het stempelen met water is dit echt een heel fijn, mooi wit ook. Fijn papier om te gebruiken. Ik heb hier ook bijvoorbeeld voorheen echt aquarelpapier gebruikt. Heel mooie structuur. Ga je stempelen, ja. Ze ziet er nou mooi uit, maar ik heb het eigenlijk allemaal een beetje overgetrokken met zwarte dunne pen. Omdat het de afdruk niet precies... Zie je? Ik zie hier wat gladde papier en achtergrond wat dat papier. Dus ja, papier en papier. Het is natuurlijk ook heel persoonlijk. Voor de basis, voor de stempel, gebruik ik eigenlijk altijd Archival inkt. Archival inkt is watervast, waterproof. Heel even laten drogen en dan kun je met water inschilderen. Dus met kleur, distress inkt, net wat je wil. Gebruik je daarentegen alcohol, alcoholmarkers, alcoholpaint, dan moet je daarvoor een waterbasis inkt gebruiken. Deze is voor de meeste toepassingen met water. Dus waterproof met water gebruiken, waterbasis met alcohol gebruiken. Dat is de eerste tip. Ik loop even door verschillende voorbeeldjes heen. Ik heb hier gebruikt de Ocean stempel. Ocean 5. Ik vind daar de haai erg makkelijk in om een voorbeeldje van te maken. Zoals je ziet al een paar keer gebruikt. Dus ja, is toch helemaal niet erg. En gebruiksvoorwerp. Dit is Distress oxidespray. Ik heb de achtergrond ingespreid met deze flesjes. Er zit een balletje in. Altijd even heel goed schudden van tevoren. Dat je mooi die verf verdeeld hebt en er ook gelijkmatig uitkomt weer met de spray. Twee kleurtjes door elkaar. Die oxide die geeft een beetje ja, apart effect zien. Het leeft een beetje een eigen leven. Als je dan met water spreekt ook nog weer, dan krijg je van die leuke vlekjes. Oxide spray. Ik heb hier voor een effect heb ik de Nouveau Crystal Drops. Ze zijn een beetje mattig als ze uit het flesje komen. Maar ze drogen dus op transparant zoals je ziet. Andere effecten gebruik ik dan een witte pen. Ik heb hierbij de stempel uitgeknipt. En ingeschilderd. Daarna weer opgeplakt. Zo komt hij een beetje van de tag van het papier af. Dus dat is oxidespray. Nou, eigenlijk meestal wel mijn favoriet. Wat ik heel veel heb gebruikt. Al gebruik ik tegenwoordig ook wel heel veel andere materialen. Want als je gaat ontwerpen voor Craft Emotions, dan is de wereld van materialen zo groot. Dat je ook eens iets anders uit gaat proberen. Maar als basis ja, kan je hier gewoon zoveel kanten mee op. Ik heb kleintjes. Je hebt ze ook in groot. Op waterbasis, dus er is inkt dus. Die je met een blender tool op kan nemen en zo op deze manier over je papiertje kan verdelen. Krijg een heel mooi zacht effect. Als je daarna met water overheen gaat, krijg je weer van die leuke waterdruppels. En de randjes, die heb ik eigenlijk een beetje bewerkt met een waterbrush.
een beetje water op de waterbrush. En je kunt deze hele leuke effectjes krijgen. Daarnaast is het gewoon heel gemakkelijk om de distress ink bijvoorbeeld op zo'n plaatje te stempelen. Heb je een kleurtje, neem je die op met een penseeltje. En dan kan je dus heel leuk die achtergronden mee maken, maar ook de stempels inkleuren. En dan krijg je dit effect. Dit is met distress inkt. Distress inkt heb ik natuurlijk voor heel veel voorbeelden gebruikt. Hier liet ik al zien die waterdruppels. Maar je kunt ze ook heel goed door elkaar heen blenden. Dan heb ik hier een voorbeeld van de Delusion Paint. Dus verf. Ik heb hierbij eerst de achtergrond gemaakt. Dit is de verf. In potjes, maar tegenwoordig zijn ze ook in tubes. Even insprayen met water om te voorkomen dat hij uitdroogt. Als je hem lang open laat staan. Dus de paint heb ik opgebracht met een blender tool ook weer. En dan kun je zo een beetje door elkaar heen blenderen. Krijg je dit effect. Later heb ik dan met de Archival een stempel op het papier zelf gestempeld. En daarna weer ingekleurd ook met de verf van de Delusion Paint. Elkezelfde tafereeltje, heel ander effect zoals je ziet. Dit is met watercolor paint. Ik heb meestal gebruik ik deze. Art by Meline. Dit is de Bungie and Bright. Met water krijg je die hele leuke kringeltjes eromheen. Papier werkt er ook perfect mee. Ik heb hier op het papier gestempeld. En daarna heb ik hem ingekleurd, ook weer met verf. Dus watercolor paint. Waterverf. Deze heb ik met de Nouveau alcohol markers gemaakt. Dat zijn deze jongens. Met allerlei verschillende kleuren. Normaal gebruik je daar Jupo papier voor. Dat is een soort synthetisch papier. Eigenlijk meer plastic. Ik heb hier gewoon het waterverfpapier gebruikt. Maar dan even een gesso laagje gegeven. Zie je ook die streepjes erin. Dus de opgezet en ook eigenlijk een beetje geblenderd met de alcohol in de blenderpen. Zo krijg je die overloop een beetje. Nou, ook hierbij heb ik natuurlijk de stempel van tevoren gestempeld en dan uitgeknipt opgeplakt. Dat is met de Nouveau alcohol markers. Deze heb ik gemaakt waarvan ik laatst de video heb gepost. De Nouveau shimmer powders. Ook hierbij heb ik hem weer uitgeknipt. En een beetje proberen subtiel in te kleuren, want het gaat alle kanten op de spul. Dat zijn deze dus. De shimmer powders. Het zijn verschillende kleuren in een potje, maar ook in het potje zitten ook weer, zie je, een schakering van verschillende kleuren. Dus dat geeft een heel erg leuk effect. En dan heb ik hier de alcohol inkt. Hier heb ik wel het Jupo papier voor gebruikt, zie je. En dat zijn deze potjes. Oranje. Ook een tal van verschillende kleuren. En als je die aanbrengt, kun je daarna met de alcohol blender solution kun je van die mooie bellen maken, van die overlopen. Hierbij heb ik ook weer de vis apart gestempeld en daarna opgeplakt. Dan heb ik hier nog een voorbeeld van de Copic Sketch markers. Dat zijn deze. Hier heb ik de laatste voorbladen mee ingekleurd van de nieuwe lijn van Savannah and the Jungle. Ook met deze Max kun je heel mooi blenden. Ik heb hier dan wel het speciale papier voor, de markerpapier voor gebruikt. En deze heb ik uitgeknipt en ook weer opgeplakt. Met dezelfde effecten. En dan zijn we weer terug bij de Distress Inkt. Ik hoop jullie een beetje te hebben uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. Er zijn nog veel meer mogelijkheden natuurlijk. Maar dit is wat ik zelf nu voor handen heb. Daarnaast grijp ik elke keer toch weer een beetje terug naar de Distress Inkt. Voor het inkleuren, voor de achtergronden. Maar tegenwoordig ook heel veel met de markers, omdat ik daar gewoon eventjes zelf nog een beetje wegwijzer moet worden. En dan is het leuk om wat ervaring op te doen.
Dus hoe meer je iets doet, hoe handiger je erin wordt en hoe meer dat je ook de materialen leert kennen en de mogelijkheden daarvan. Heb je vragen? Post ze even hieronder. Willen jullie dat ik meer inga op een bepaald onderwerp, een bepaalde techniek? Laat het me weten, dan kan ik daar nog apart een video over maken. Tot zover. Ik hoop jullie te inspireren. Heel veel plezier met de Carla Creaties stempels en andere mooie materialen. Wens ik jullie een fijne dag. Groetjes!